Zo, vanaf deze plaats wil ik u namens ons allemaal van harte feliciteren met uw koninklijke onderscheiding. Dan geef ik nu het woord aan Harry van Bommel, met 18 jaar, het langst zittende Tweede Kamerlid dat vandaag vertrekt. Ik weet echt niet wat hij gaat zeggen, maar we zijn allemaal benieuwd. Het woord is aan Harry van Bommel. Mevrouw de voorzitter, geachte medeleden, het is een bijzondere eer om als nestor in de Tweede Kamer u allen toe te mogen spreken. En vooral vanuit de grote groep vertrekkende Kamerleden. 71 is enorm veel. Ik kan dat niet namens de vertrekkers doen, omdat ik niet vooraf met hen heb kunnen overleggen over de tekst die ik nu ga uitspreken. Sommige collega's hadden de eerste dag van het reces hun kamer ook al uitgeruimd en waren in geen velden of wegen meer te bekennen. Mijn 23-jarige verblijf in dit pand, waarvan 19 jaar als Kamerlid, bijna 19 jaar als Kamerlid, hebben gemaakt dat ik daar wat langer voor nodig had. Ik beloof u plechtig dat ik aan het eind van deze dag, uiterlijk aan het eind van deze dag, mijn kamer leeg zal opleveren. Voorzitter, graag bedank ik de voorzitter zelf voor de vriendelijke woorden die zij heeft gericht aan alle vertrekkende Kamerleden. Ook spreek ik veel dank uit voor haar uitstekende werk als voorzitter, dat zij tussentijds in deze Kamerperiode mocht aanvangen. Dat heeft u bijzonder goed gedaan. Een felicitatie komt ook toe aan de Kamerleden die vandaag een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Dat is niet niks. Niet iedereen hecht daar veel waarde aan. Maar niet kan worden ontkend dat zo'n onderscheiding bijzonder staat. Zeker ook in overlijdensadvertenties. Voorzitter. Voorzitter, collega's. De afgelopen 4 jaar waren bijzonder. De regering is uit nood gedwongen vaak op zoek gegaan naar akkoorden die met oppositiepartijen gesloten moesten worden. Enerzijds vertroebelde dat het beeld, het onderscheid tussen oppositie en coalitie, maar anderzijds is er niets mis mee als er naar meerderheden wordt gezocht. Uiteindelijk hebben wij allemaal dezelfde taken. De regering controleren en wetten vaststellen. Dat doet elke partij en ieder Kamerlid op zijn of haar eigen manier. Contact met gewone mensen en hun organisaties buiten het Kamergebouw is daarvoor onontbeerlijk. Het was ook helemaal niet zo'n gek voorstel om Kamerleden te verplichten een kwart van hun tijd door te brengen op straat, onder de mensen. Wel jammer dat het velen niet is gelukt. Een punt van zorg betreft de houdbaarheid van het Kamerlidmaatschap. Dat ik op mijn 50ste al het langst zittende Kamerlid werd, moet te denken geven. De gemiddelde zittingsduur van Kamerleden is nu minder dan 6 jaar. Zeker voor Kamerleden die geen of weinig politieke ervaring hebben, is dat erg kort. Ooit was het Kamerlidmaatschap een bekroning op een mooie maatschappelijke carrière. Nu lijkt het soms een opstapje naar een mooie baan. Daar zou ik persoonlijk overigens geen enkel bezwaar tegen hebben. En ik wens alle collega's die vandaag met mij afzwaaien precies hetzelfde. Een ander punt van zorg is de toon van het debat. Soms vraag je je af of de taal van de straat het parlement is binnengeslopen of dat de woorden die wij bezigen op straat worden herhaald. Zo is het advies om Nederland te verlaten als je bepaalde ideeën aanhangt de laatste jaren gemeengoed geworden. Wie ermee begonnen is, staat nergens geschreven, maar dat het lekker bekt, staat zonder meer vast. Een oplossing voor problemen is hetzelfde. De rijke diversiteit maakt Nederland sterk en politiek zien we die diversiteit ook vertaald in de uitslag van de laatste verkiezingen. Onze democratie kan het aan om ook politici in het parlement te hebben die de fundamenten van die democratie ter discussie stellen. Daarmee wil ik alle nieuwkomers die morgen aantreden welkom heten. De introductie van sociale media als Twitter en Facebook hebben gezorgd voor een versnelling van de publieke en politieke discussie. Ook daar is sprake van verruwing. Wat ooit plechtig de digitale snelweg werd genoemd, lijkt af en toe meer op een open riool. Iedereen, ook ik,
kan dan wel eens uitglijden. Zo gaat dat in een riool. Bij deze wil ik de collega's die ik pijnlijk heb geraakt via sociale media mijn verontschuldiging aanbieden. Ik verwacht er overigens ook wel enkele terug. Mevrouw de voorzitter, de afgelopen termijn heeft een record aan afsplitsingen van Kamerleden van hun fractie laten zien. Bijna alle partijen komen daarbij een keer aan de beurt. Voor dit probleem blijkt een goede oplossing moeilijk te vinden. Misschien is het ook geen echt probleem. Niet zelden geven afsplitsingen ook aanleiding tot vermaak, zowel binnen als buiten de Kamer. Als daarmee de amusementswaarde van het parlement kan worden verhoogd, dan is er in ieder geval één positief doel gediend. Beschouwt u dit echter niet als een oproep. Mogelijk al in de komende Kamerperiode zal het parlement voor langere duur elders behuizing moeten vinden. Wegens de verbouwing, de renovatie van dit onderkomen. Dat is geen benijdenswaardige aangelegenheid. Ik wens u allen heel veel sterkte in dit proces dat ongetwijfeld tot veel ongemak zal leiden. Het lijkt een Haagse gewoonte te zijn om de toegangswegen en bruggen tot het parlement voor lange duur te sluiten. Straks is het parlement zelf aan de beurt. Onwetende bezoekers vatten dit mogelijk op als ontmoedigingsbeleid om de Tweede Kamer te bezoeken. Zorg er daarom voor dat de verhuisberichten op tijd de deur uitgaan. Anders staan bezoekers, demonstranten, schoolklassen straks heel lang voor niets op plein 2 of lange poten 4 te wachten tot ze toegang krijgen. Mevrouw de voorzitter, wij zouden dit werk niet kunnen doen zonder de ondersteuning die we krijgen in onze eigen fracties. Zonder de ondersteuning die we krijgen van alle diensten van de Tweede Kamer. Dagelijks zien we natuurlijk de medewerkers van het restaurant, de beveiliging, de griffie, de bodus. Maar achter de schermen zijn er heel veel meer mensen die ons dit werk mogelijk maken. Ik weet zeker dat ik namens ons allen spreek dat daar grote waardering en dank voor is. De toewijding en vriendelijkheid waarmee zij ons, soms zeer lastige klanten, weten te bedienen, is voorbeeldig. Heel veel dank hiervoor. Ten slotte, voorzitter, voor ons allen geldt dat vandaag een bijzondere dag is. We zijn voor het laatst in deze samenstelling bijeen. Vertrekkers weten dat er een leven na de politiek is. Blijvers en nieuwkomers weten dat er een leven naast de politiek is. Voorzitter en geachte medeleden, het was een genoegen om in uw midden te zijn. Het gaat u goed. Dank u wel. Dank u wel voor de mooie woorden. We missen nu uw bijdrage en uw aanwezigheid in de Kamer. Het gaat u goed. U ziet dat ik ook een beetje toe ben aan het einde van deze vergadering. En dat is ook het geval. We zijn eigenlijk bijna klaar. Zij dat ik u toch wil meegeven dat u straks niet met lege handen naar huis gaat, maar dat u een foto meekrijgt die onlangs is gemaakt, waarin u blijvend wordt herinnerd aan uw verblijf hier in de Kamer. En de grote versie van de foto zal hier in de Kamer worden opgehangen. En echt tot slot nodig ik u en uw familie en vrienden graag uit voor een drankje in de staat.